Het CDA voorziet dat bezuinigingen in de zorg zullen leiden tot het sluiten van verzorgingstehuizen. STV Arnhem had hierover een interview met CDA raadslid Ine van Burgsteden. Het kabinet. ...heeft keuzes gemaakt om uh, de zorg anders in te richten in Nederland. Dat betekent dat mensen uh, uh, langer thuis mogen gaan wonen. Dat is fantastisch als dat kan. Maar er zijn ook mensen die uh, minder makkelijk in aanmerking komen... ...voor een verzorgings- of een verpleegtehuis. Dan, vraagt, uh, en dan wordt er gesteld van zorg dat je dat met elkaar oplost... ...met familie en mantelzorgers. Dat is iets waar het CDA ook altijd naar streeft. Hè? Mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving laten gaan. Maar deze consequenties zijn... Zo groot dat wij voorzien, en dat heeft het onderzoek van Berenschot ook uitgewezen, dat er heel veel verzorgers en verpleegvertehuizen gesloten zullen gaan worden. Nou, als dat zo is, is dat voor Arnhem natuurlijk ook aan de orde. En wat wij dan uh, gevraagd hebben nu aan dit college: is: van, heeft u inzicht hoeveel van die. Uh, hoe dat voor Arnhem ervoor staat. Um, want dat betekent dat mogelijk verzorgingshuizen, maar half bezet zijn. Nou, dat is natuurlijk een akelig idee om dat te bedenken. En dat er verzorgingshuizen misschien wel gesloten zullen worden. Nou, wat doen we met die panden? Anticipeer vast op hetgeen wat op ons afkomt. Tuurlijk moeten we ook nadenken hoe we de mensen dan wel gaan helpen. En, uh, uh, om zo lang mogelijk thuis te zijn. Nou, er zijn fantastische mantelzorg-initiatieven in de stad al. Die zie je op buurtniveau, maar ook he, in een kerkelijke omgeving. Uh, Stichting Welzijn Ouderen Arnhem die zorgt daar ook voor. He. Dus er zijn daarin wel ontwikkelingen. Maar voor het CDA is de grote vraag: wat zijn nou de consequenties van de, dit kabinetsbeleid waarin zo rigoureus geschrapt wordt om uh, mensen hun zelfstandigheid te behouden? of te voorzien in de voorzieningen die een verpleeg of een verzorgingshuis kunnen uh, bieden. Hoe gaat het nu verder dan? Wat nu uh, aan de orde is, is dat wij die vragen gesteld hebben. Nou, dan heeft het college zes weken de tijd om die uh, uh, te onderzoeken en aan ons te beantwoorden. En dat wachten wij in grote spanning af. En hoe ziet u zelf? Hoe, wat wilt u zeg maar, zien dat er gaat gebeuren? Dat wij tijdig weten wat de consequenties zijn van die. Uh, ingrepen voor Arnhem, zodat we niet in over tien jaar zeggen, foei foei, wat een ellende, we hebben allemaal lege verzorgingshuizen. Die verzorgingshuizen, als die dichtgaan, dat betekent ook dat alle banen geschrapt worden. Is dat nu al aan de orde? Je weet dat er natuurlijk al veel bezuinigd wordt, het is niet ondenkbaar dat er zeker banen geschrapt zullen worden, want als er minder mensen in die voorzieningen zijn, is er ook minder werkgelegenheid en dat is een slechte zaak. Is er wel onderscheid gemaakt tussen mensen die de verzorging wel nodig hebben? Daar wordt zeker onderscheid in gemaakt en dat wordt ook nu veel uh, strenger gedaan. Dus uh, dat wordt uh, wel op geanticipeerd. En voor de Arnhemmer, wat betekent dat dan? Niet alleen voor de Arnhemmer, maar ook voor de Arnhemmer zal het betekenen dat wij uh, met deze enorme bezuiniging andere problemen weer creëren met leegstand. En met werkloosheidsproblemen. Voor de Arnhemmer zal het ook betekenen dat hij om zich heen moet kijken. van heb ik een buurvrouw of een buurman of een moeder en een vader waar ik extra zorg aan moet besteden. Dus we zullen ook in ons dagelijks leven aanpassingen moeten doen om eh, daarop te anticiperen. Maar de vragen die wij nu gesteld zijn, zijn vooral gericht wat zijn economische en zorggevolgen bij dit kabinetsbesluit.